De Peking Express race zit in een nieuwe tweede fase. Go, 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 go. Meer dan 5500 kilometer zijn al afgelegd in het spoor van de Trans-Siberische Express. Dat loopt van Moskou helemaal naar Peking. Deze achtste etappe gaat van Soekbatar naar Ulaanbaatar. En zo heeft Peking Express Mongolië bereikt. In deze eliminatie-etappe zal weer beslist worden welk duo de race moet verlaten. Welke duo's blijven in de running voor de overwinning en maken kans om hun amuletten in te ruilen voor telkens 10.000 euro? Vorige week trok de Peking Express rond het Baikalmeer. En al bij het begin is het een bitsige strijd tussen Reinier en Elias. Want Hans heeft Reinier en Klarinka discreet verteld dat Elias een complot tegen hen had opgezet. Te laat! Het boontje komt om zijn loontje. Het boontje. De proef en de amulet worden gewonnen door Elias en Jeske, die samen met Hans en Rani het Baikalmeer oversteken. Reinier en Klarinka en de tweeling moeten rond het meer. En lijken in een verloren positie te liggen. Oké. Wat de sfeer niet bevordert. Jezus, doe het lekker even zelf, joh. Fuck you. Maar Reinier en Klarinka geven zich niet gewonnen. En tot ieders verbazing pakken ze 8 punten en een extra amulet. Te laat. Boontje komt om zijn loontje. Ja, ik zei al. Boontje komt om zijn loontje. Dit is het ultieme avontuur. 8 koppels met maar 1 doel. Met 2 euro per dag zo snel mogelijk liften. Van Moskou naar Peking. Kom maar, kom maar, drive, klootzak! Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Aan welke gevaren ze blootstaan. Don't give me that fucking bullshit. Stel het niet achter. En hoe dit avontuur hun leven zal veranderen. Peking Express Race laat Rusland achter zich. In Ulan-Ude maken de duo's zich klaar voor de reis over de grens naar Mongolië. Maar er zijn behoorlijk wat spanningen onder de 4 overgebleven duo's. Hans maakt vrienden, Hans maakt nieuwe vrienden. Hans heeft mij op een gegeven ogenblik toch wel wat streken geleverd door Reinier ervan te overtuigen dat ik een complot tegen Reinier gesmeed had, terwijl dat niet zo was. Hans heeft Reinier in Irkoetsk ingelicht over het complot. Reinier die voelde zich daardoor best wel sterk toen hij dat verhaal had gehoord. En die keek Elias echt zo aan van nou, ik weet genoeg, ik heb je door. En die blik, dat heeft hem waarschijnlijk doen beseffen dat wij op de hoogte waren gesteld. Ja, je hoeft hem maar aan te kijken, je hoeft niks te doen bij hem en het is gelijk, gaat door het lint. Ja, hij heeft een beetje de manier van een straatjochie, hè? Rani wist niet dat haar partner Hans Reinier had ingelicht. Je hebt wel tegen René gezegd dat dat er een Hans complot tegen hem was, of niet? Ik heb dat gezegd, weet je wel, dat is allemaal zwerg, niet? René zal al sinds nu wel zijn klauwen uithalen. Hè? Sorry, Rani, ik vind dat hij dat moet weten. Je hebt met niemand problemen, niemand heeft problemen op dit moment met u. Maar dat ga je toch dan gaan vertellen aan René, waarom moet je eens weten? Weet je al, die mens verdient ook een woord, hè? Het is gelijk dat hij een stuk stront is. Ik beweer niet dat hij geen woord verdient, hè? Rani. Sowieso had het gewoon aan mij moeten vertellen dat je dat gezegd hebt. Ik kan misschien achter het bak zijn in de ogen van de anderen, maar ik vond dat zij dat hoorden te weten. Dat hij ons heeft verteld hoe de vork in die steel zit, dat is natuurlijk onwijs belangrijk geweest. Hans heeft zich als een heer opgesteld en betreffende Elias, ja, ik vind dit een jongen die maar op een manier met mensen omgaat, dat is de mijne niet. Nou, maar dit gaat allemaal lukken. Ik heb er vols vertrouwen in. Ja. Hè? Yes. De 4 duo's worden per trein naar de grens met Mongolië gebracht voor het Mongoolse deel van Peking Express. Dat start in het noordelijke stadje Soekbatar.
Welkom voor de 8e etappe van Peking Express. Een eliminatie-etappe, want de laatste in de rangschikking zal de race moeten verlaten. En als we kijken naar de huidige rangschikking, dan kan er eigenlijk nog van alles gebeuren. Want als je kijkt naar het koppel dat eerste staat, Jeske en Elias, en het laatste koppel, dus Jury en Wesley, dan zijn er maar 5 punten verschil. Dus er kan echt nog veel gebeuren. Het traject gaat naar de hoofdstad Ulaanbaatar. De checkpoint is het afgelegen klooster van Amarsbai als galant. Eén iemand van elk duo zal dit boeddhistische heiligdom te zien krijgen. Wij gaan in deze etappe ook de sterkte van beide teamleden meten. Dus jullie moeten van hieruit gescheiden beginnen. Het oudste teamlid van ieder duo lift individueel zo snel mogelijk naar het checkpoint in het klooster waar ze zullen strijden voor een voorsprong. De jongsten zullen hun partners pas terugzien langs de hoofdweg naar de finish. Maar ook zij zullen onderling voor een extra voorsprong strijden. Oké, ben je klaar, Jos? Ja, go. Elias staat aan de leiding in de algemene rangschikking en mag als eerste vertrekken. We zijn een keer eerder gescheiden geweest en ik vind dat het nu niet meer moet gebeuren. Op dat moment was het voor mij even leuk om even op mezelf te zijn. Dat kwam op het goede moment voor mij. Elias wil absoluut als eerste het klooster bereiken. Ik heb ook tegen Renier gezegd, we zullen binnen de game zullen we alles doen om van elkaar te winnen. Maar ook Hans wil hij verslaan. Jullie envelop? Hans is, het boek is gesloten, het staat in de boekenkast en daar ben ik klaar mee. Daar kan, tu daar? Daar kan, oké. Hallo! Renier mag als derde vertrekken. You bring me drive, little piece, small piece. Ja, daar. Ja, ja, ja. Ja, nee. Kom dan. Naar achteren. Nou, de strategie is dat we ons echt 100% gaan inzetten om de andere twee dus in te halen. You bring me a little piece. Yes, together. It's for program. Yes. Oké, jongens, we hebben het goed te maken. Ja. Informatie. De tweeling staat wat buiten al het geruzie tussen de andere teams. Bovendien hebben ze andere zorgen, want ze staan laatste in de rangschikking en zien op tegen de nieuwe scheiding. Je bent maar met twee, je hebt enkel elkaar. Wordt die persoon je afgenomen, dan dat geeft nooit een leuk gevoel. English? Ja. Hi. De vier lifters maken voor het eerst kennis met de Mongolen. Nee, pas alstaan, nee. Hallo. Ik vind de taal moeilijker om te begrijpen. Niet omdat ik al een beetje Russisch kan op voorhand. Maar hier is het toch echt wel. Ik vind het Mongolisch echt niet makkelijk. Garoda. Garoda, daar kan. Gidje. Where? Gidje. I go with you. To Ulaanbaatar. Yes, yes, I go with you. Oké. De manier van liften in Rusland is anders dan hier in Mongolië. Alhoewel ik wel altijd vrij snel de lijn door heb hoe je met iemand moet omgaan in deze situatie. Oké. Spasiba. Go. Thank you very much. Please drive 100. When you drive 100, it's okay. De auto waar hij in zat wilde stoppen, want die begrepen hem blijkbaar niet goed. Dus ik hoorde hem in die auto ook schreeuwen. Go. En die auto reed weer weg. Dus dat, ja, en ik had ze daar heel erg, weet je, ga maar lekker. Oké. Niertje, ik zit achter je. Goed waar? Oké. Dus allemaal dus. Maar voor Elias is boeddhistisch Mongolië meer dan gewoon een raceterrein. Hij wil de tijd nemen voor een klein offer langs de weg, zoals de Mongolen dat doen. Oké, dan doe ik het op mijn West-Europese manier, zoals ik het dan beleid. Spiritualiteit is voor mij is dat een verzamelwoord voor het beste pak uit allerlei religies. Wij zijn allebei oud-katholiek gedoopt, maar we proberen toch ook een beetje mee te pakken uit het boeddhisme en dat soort zaken allemaal. Ik denk dat alle religies per definitie goed zijn, goed bedoeld zijn. Hans speelt ondertussen op zijn manier in op de religieuze gevoelens. I go with you to monastery. I'm a priest. I go to monastery. Can I go with you? Tantai Amk Javish Valau. Ah, oké. Taisan Banau. Taisan Banau.
1 uur na vertrek is Yuri de enige lifter zonder wagen. Hij stapt zuidwaarts over de hoofdweg, wanneer het geluk keert en een Mongoolse familie hem oppikt. Thank you. Is this your parents? Father and mother? Yes. De dochters spreken Engels en daar maakt hij handig gebruik van om ze Mongools bij te schaven. Sambeno, Hasha Yafche, Ben. Yes. Such Bolhu. Ja. Bairla. En Han, Untit Bolhu. De andere helften van de duo zullen hun partners pas de volgende dag terugzien. En of ze dan meteen verder mogen liften, hangt af van een proef. De Mongolen hebben 3 nationale sporten en dat zijn worstelen, paardrijden en boogschieten. En zometeen gaan de jongste leden van de 4 overgebleven duo's leren van de Mongolen hoe ze nu precies moeten omgaan met pijl en boog. Met het boogschieten zal bepaald worden hoeveel straftijd elk koppel krijgt na de hereniging. Om eerlijk te zijn had ik het gevoel van, ik moet het gewoon goed doen, want we lagen gewoon achter op de rest. Jullie krijgen elk 3 pijlen en hoe dichter je bij de roos zit, hoe sneller je samen met je partner mag vertrekken. Nou, welkom in Mongolië. Op dat moment komt Reinier als eerste aan op het punt waar de lifters de hoofdweg moeten verlaten. Nu gaat het via zandwegen naar het klooster. Godverdomme. Ja, toen ik die zandweg zag, dacht ik, nou, dit wordt heel lastig. Zeker voor mij zag ik een auto die kant uit gaan. Ik denk, die heb ik net gemist. Vond ik erg jammer. Maar ik denk, er moet een oplossing zijn. We moeten iemand zover krijgen die zandweg opgaat. Dat ik mee kan liften. Yo, bring me. Yo. We doen het nou gewoon met 70 à 80 km per uur. Dit had ik anders gelopen, dus daar ben ik wel blij om. Hij wil niet verder, omdat de onderkant kapot gaat. Ja, dat begrijp ik ook wel. Oké. Staat er nou 2,7 km? Nou, dat valt best mee. Oh nee. 27. Valt mee. Ja, ik dacht, nou, die 27 kilometer, daar ga ik wel voor. Dan ga ik wel lopen. Nou, ik hoop dat er nu iemand iets lang, dat er nou iemand langskomt. Maar ik weet, het is 5:30 nu. Nou, het is ongeveer 5 uur stappen. Dat is voor middernacht. En misschien lukt het me. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Dus ik ben de weg opgelopen vol goede moed en ik liep in dat fantastisch mooie landschap zoals je dat hier overal om je heen ziet. En ik liep daar op mijn eentje en ik was gewoon dolgelukkig. Dus ik bleef lekker doorlopen. Ik bleef wel de hoofdweg in de gaten houden achter me en op een gegeven moment ik draai me om. En ik zie op de hoofdweg zie ik een vrachtwagen zie ik. En toen wist ik ook gewoon, nou, die is voor mij. Waar ik ook moet zitten, of eronder moet gaan hangen of wat dan ook. Dit wordt mijn lift. Oh, schapen. Ik wou dat Jesse hierbij kon zijn. Oh, goed hè. Nou, maar bezig naar de botch. Hé? Botch. Nee. Daar. Nee. Is dat me hier niet over, man? Alsjeblieft. Balau. Monastir. Balau. Had ik echt zoiets van, my god, hier ga ik nooit aan de lift. Geen minuut later stopte een auto. Bayerla. Hans kan mee tot aan een Gertent. En op dat moment, ik had mijn motor zien staan, ik heb daar onmiddellijk iemand aan tafel aangesproken van hey Nick, come on, let's go to the monastery. En ja, die liet er eigenlijk niet veel gras over groeien en ja, 5 minuten later zaten we op die motor en echt een van de schoonste middagen, denk ik, die ik ooit beleefd heb. Het was prachtig.
Wat gaat hier over? Monastir. 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 Oké? Ja? Ik heb daar intens genoten van een rit door een van de meest prachtige landschappen. Met de wind door mijn haar. En het interesseerde me ook geen hol of ik eerste of tweede of derde of vierde was. Het race element was helemaal weg weer uit leven. Mongolië vind ik heel mooi uitzien. En het heeft iets sireens door de heuvels. Het heeft toch echt iets moois. We made it! Oh shit. De Mongoolse familie wil Yuri helemaal naar het klooster brengen. Maar de personenwagen is daar niet op voorzien. Oh, look! Are we really going to pass the water? I think your father is going to drown. Het is normaal gezien een weg voor een jeep gemaakt. En die man zijn carrosserie, ik denk dat hij binnen dit en een uur gaat gewoon in twee breken. En what are we going to do now? Ondertussen strijden de andere helften van de duo's voor een minimale straftijd. Wanneer ze de volgende dag met hun partner de race zullen verder zetten. Veel succes. Doe jullie best. Kom aan, Messi. Derde keer. Ah, shoot. Jeske heeft maar één van de drie pijlen in het doel gekregen. Het ziet eruit als een klooster. Maar gelukkig weet haar partner Elias als eerste het klooster van Amars Bay als galant te bereiken. Bij de oudste monnik registreert hij zich. En vervolgens wordt hij gezegend door de 92-jarige man. Ik weet van mezelf dat ik helemaal geen spieren heb. Minst van al nog in mijn armen. Geen enkele van Rani's pijlen raken de roos. Maar er is ook nog Hans. En die arriveert als tweede bij het klooster. Dan is het de beurt aan Klarinka. Oei. Dat ging wel goed. Ja. Ja. Met twee rake pijlen staat Klarinka voorlopig op de eerste plaats bij het boogschieten. En ook voor haar partner Reinier keren de kansen. Uiteindelijk, na 10 kilometer wat ik gelopen heb, toen kwam er een auto. Dus, en die heeft me meegenomen. Reinier heeft nog een kleine voorsprong op de langzaam vorderende Yuri. Ik moest gewoon die punten scoren om toch wel tijd te winnen. Het was duidelijk, hè? Wesley, jij zat het dichtste bij de roos. Alle drie pijlen erin. Heel goed gedaan. Jij mag, als je samen bent met Yuri, gewoon onmiddellijk beginnen te liften. Wesley's broer Yuri is vlakbij het klooster wanneer hij Reinier in het vizier krijgt. Op een gegeven moment zag ik een auto naderen. Ik denk, oh, daar zit vast een van ons team in. Dus ik ben gaan rennen. Maar ja, ik was helemaal desperaat. Ik dacht, wat moet ik nou? Hoi! Nou, en toen was het een van de broertjes die passeerde. Ah, yes! En zo komt Yuri als derde bij het klooster aan.
Helaas, het was heel zwaar. Het was helemaal doorweekt. Toen ik bij de priester aankwam, was ik helemaal drijf en drijfnat. Alle inspanningen ten spijt krijgt Reinier als laatste de zegen van de hoofdmonnik. Thank you, thank you. Zometeen komt na de rust de uitbarsting. Ik kan best begrijpen dat Rani niet meer tegen die kop van jou kan kijken. Echt. Kom. Is, ja, kijk, ze huilt weer, joh. Neem één. Ga jij mij stoken, dan ga ik jou stoken. De Peking Express heeft via de uitgestrekte hoogvlaktes van Noord-Mongolië het klooster van Amarsbayaskalant bereikt. Jongens, jullie zijn allemaal net ingezegend door de hoofdmonnik van Amarsbayaskalant. En jullie krijgen zometeen een rondleiding van het klooster. En wat ik jullie wil vragen, let heel goed op wat hij zegt over het klooster. Want dat zal onderdeel zijn van de proef die jullie morgen moeten doen. De oudsten van elk duo zullen de volgende dag strijden voor een voorsprong. Voor mij was dat niet eens dat ik in zo'n klooster kwam en dat was ook wel echt interesse uit mezelf. Van, wow, echt wel tof, nog nooit gezien. En het deed me wat denken aan The Last Emperor, eigenlijk, aan die film. How many monks? 46. 46 in totaal, oké, 46, oké. De oudste is 92 en de jongste is 9, ja. When het monster built from Year of the Horse, ja. Then finish Year of the Dragon. The Dragon, Year of the Dragon, oké. Okay. This is stupa, symbols for Nirvana. Nirvana, yes. Nirvana is de Nirvana. Nirvana is Nirvana. Every stupa has symbol. Oké, Nirvana. Je noemt de groep Nirvana? Nirvana. Good music. De serene sfeer in het klooster maakt dat alle onderlinge spanningen en irritaties even vergeten worden. Ik vond dat er wel een stuk rust over me heen kwam toen ik daar was. En ik vond het wel heel plezierig om daar te zijn. En om te zien hoe men daar leeft. So this one is Mongolian, this one Chinese, this one? Manchu. Manchu. Chinese emperor. Vooral voor Elias is de race nu heel ver weg. Ik geloof persoonlijk meer dat het geloof bedoeld is om mensen dichter tot elkaar te brengen en juist niet verder bij elkaar vandaan. Dan is de race ook helemaal niet meer belangrijk en dan zijn vragen over amuletjes en zo ook helemaal niet meer relevant voor mij. Laten we eerst maar eens beginnen met een beetje respect voor elkaar en wat meer de moeite voor elkaar doen om elkaar te helpen met bepaalde zaken. De jongste teamleden maken zich ondertussen klaar voor de nacht. Het was de bedoeling dat wij in tenten gingen slapen, op de plek waar we de mannen weer zouden ontmoeten. Hun kampeerplaats ligt vlakbij de hoofdweg naar Ulaanbaatar. En daar wachten ze op hun partner wanneer die vanuit het klooster richting finish gaat. Er zijn maar twee tentjes en de beslissing wie bij wie slaapt is even moeilijk. De keuze om met Wesley te slapen was voor mij heel logisch. Er zijn al problemen geweest met Reinier, met Elias. En ik had zoiets van, kijk, ik heb geen zin om daar 's nachts nog uren over te liggen, discussiëren of dingen analyseren. En ik denk dat Wesley dat ook heel goed aanvoelde van mij. Dat hij ook zoiets had van, ja, de Belgen slapen dan maar samen. En de Nederlanders hebben dan zelf een eigen tentje. Op de afgelegen hoogvlakte bij het klooster krijgen de oudste teamleden onderdak in het gasthuis. De sfeer is opperbest en het weinige eten wordt broederlijk verdeeld. Laten we maar met z'n allen van genieten. Want nu hebben we niet zoveel. Iedereen haalde boven wat hij nog zitten had. Echt supergezellig. We waren content met een boterham met wat confituur of met nog een plakje of twee kaas dat Elias nog over had. Ja, en dan plots komt dat terug boven van die spanningen en het was compleet omzeep. Reinier vindt dit het moment om het complot tegen hem en Clarinka bespreekbaar te maken. We moeten wel niet hebben buiten beschouwing laten dat wij erachter zijn gekomen. Dat jij de zaak hebt opgehitst tegen ons.
Maar al gauw heeft Reinier zijn woede niet meer onder controle. Wij hebben niks misdaan. En jullie hebben ons gewoon unfair behandeld. En dat vind ik. Dat is jouw visie daarop. Dat is jouw visie daarop. Nee, luister, laat mij nu even uitspreken. Want als jij achter mij komt staan. Heel duidelijk, wij hebben nooit wat gedaan. Welke feiten heb jij waaruit blijkt dat ik de groep tegen jou opgezet heb? Ja, zodat er wel van aan is. Luister, ik praat met Reinier. Ja, maar ik wil graag ook bijvoorbeeld aan Hans horen. Maar wat is Hans zijn rol daarin dan? Nou, misschien kan hij ook wat uitleggen. Ik heb gezegd, ik dacht dat jij met de ding begonnen waart, Ilias. Dat is waar of niet, Ilias? Ja, maar bij wie kwam die afspraak vandaan? Die van mij. Bij Bart vandaan. Waar of niet? Dat weet Bart ik niet. Kwam met het idee van, wij gaan Reinier en Clarinka het leven zuur maken. Wie heeft deze zaak... Dat heb ik je net verteld. Wie is dat geweest? Het idee toen voor het complot en ik ben erop ingegaan, want ik was het er helemaal mee eens. Dat zeg ik heel eerlijk. Is bij Bart vandaan gekomen. No. Maar dat maakt niet uit. Het is bij Bart vandaan gekomen, Reinier, en dat is uit de grond van Bart en ik mag dood... Je weet... Ik werd vals beschuldigd. En ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik bedoel, je kan alles met me doen. Ik bedoel, als ik iets verkeerd doe, kun je met me praten. Dan zal ik ten alle tijde, als ik iets niet goed gedaan heb naar jou toe, zal ik mijn excuses aanbieden. Maar ik werd gewoon vals beschuldigd op dat moment. Maar cool, die als ik hoor, als ik hoor dat jij tegen mij zegt dat jij dacht dat ik dat complot tegen Reinier gesmeed heb, dan is dat een onwaarheid. Ja? En dat weet jij ook. Nee. Je zat erbij, vuile leugenaar. Je zat erbij. Je zat erbij dat Bart ermee kwam. Je zei 37 jaar, kunnen we volwassen spreken alsjeblieft? Nee, niet als, als je een huigelaar bent en een leugenaar. Je zat erbij! Ik was er nieuw, wij kwamen uit de lift. En ik dacht dat dat jouw idee was, Ilias. Mijn eerste primaire reactie op zo'n moment is gewoon... Ik ga je pakken. Ik wil je kwetsen, ik wil je raken waar ik je raken kan. Dan ben ik ook echt het straatjochie zoals ik genoemd word. Nu we hier toch met de billen bloot gaan, doe je broek ook eens even uit, Hans. Maar Ilias, ik zeg het u eerlijk, ik heb gezegd van ik doe mee. Maar ik ben daar niet zo mee akkoord. Je gaat niet in zo'n complot mee met één been. Don't give me that fucking bullshit, Hans. Oké? Okay? Nee, want het was als je ergens niet achter staat, dan doe je het niet, Hans. Zo is het in de het was een complot van iedereen. Ik heb niet gezegd dat ik niet zou meedoen. Ik heb tegen Bart gezegd, ik vind dat niet leuk. Dan ben je toch een slappe lul. Als je ergens aan meedoet terwijl je dat niet wil, dan ben je toch een slappe lul, of niet? En dan heb jij zoiets van, ik doe het eigenlijk liever niet, maar omdat iedereen gaat, doe ik toch ook maar mee. Ja, dat is misschien stom op dat moment van mij, maar door mijn twijfel te laten blijken naar de groep op dat moment... Je hebt jezelf verloochend, Hans. Je hebt jezelf verloochend en dat moet je nooit doen. En dan wordt Ilias persoonlijk. Rani heeft na 3 dagen huilend bij Jeske gezeten omdat ze gek werd van je vriend. Ja? Ga dat maar eens navragen. Dan vraag ik me af, waarom dat je je zo in de relatie tussen Rani en mij moet bemoeien? Zij is naar ons toegekomen, Hans. Daar kan ik niks aan doen. Nee. Kijk, dat ik het nu tegen jou zeg, is misschien een lullige kutstreek. Allah. Nee, dat is niet waar. Allah. Nee, maar ik heb mij niet met jouw relatie bemoeid. Zeker niet. Jouw relatie is naar mij toegekomen en naar mijn vrouw en heeft daar haar hart gelucht. Ik vind het beschamend hoe jij dus je medereiziger, want we doen het met z'n allen, dit zo aanvalt. Dat zal mij, in mijn vorm, ik zou dat nooit doen. Ik ben niet zo'n omhooggevallen kakker zoals jij. Ik kom uit de goot. Ik ben niet omhooggevallen. Ik ben gewoon... Dat is opnieuw een verwijt, Ilias. Dat is opnieuw een verwijt. Heel beschadigend. Wat moeten we nou, hè? Ja. Alle Vlamingen van ons denken. Dat ze allemaal zo in elkaar zitten zoals jij. Nou, liever niet. Laten we dat duidelijk stellen. Hè? Waarvan akte? Laat ons alstublieft nu gaan slapen, want ik heb het net goed van. Ja. Ik had het graag anders aan willen pakken, maar op dat moment nemen mijn emoties en mijn overlevingsdrang nemen dan de overhand. En dan ga ik gewoon met de bottenbel erin. Kijk, ik ben niet gekomen om ruzie te hebben. Ik wou dit gewoon uitpraten met Reinier en Elias. En amai, we zijn hier nog maar 2 dagen. Het is echt nog nooit zo super geweest als tot nu toe. Maar het is ook jammer genoeg nog nooit zo slecht geweest. In het tentenkamp hebben de vrouwen van Ilias en Reinier samen de nacht doorgebracht. We hebben het leuk gehad, we hebben het gezellig gehad, het was relaxed. We hebben ook nog wel even kunnen kletsen over hoe de omstandigheden vooral met Reinier en Ilias waren. Reinier had begrepen van Hans dat Ilias een soort complot tegen ons had gesmeed om ons er zo snel mogelijk uit te werken. Dat is gebeurd, alleen dat was niet Ilias' idee. Oh, en dat Ilias al vanaf het begin af aan ons aan het zwart maken was bij de groep en ontzettend aan het stoken was. Punt 1, het complot niet van Ilias. Punt 2, het zwart maken waar je het dan over hebt. Ik zal niet zeggen dat Ilias niet nu en dan geroepen heeft dat hij Reinier heel vervelend vond. Mm-hmm. Maar het is een, volgens mij, ik ben geen psycholoog, maar een typisch geval van wat er gebeurt in een groep. Oh ja, dat had ik ook. En oh ja, dit en dat. Ja. En laat ik heel eerlijk zijn, ik denk ook niet dat Hans het uit lulligheid heeft geroepen. Nee, dat geloof ik. Hans heeft denk ik oprecht geloofd dat het waar was wat hij zei. Ja, ik hoop dat de mannen ook
ja, misschien ook het een en ander ophelderen. Of, nou ja, en anders maar niet. Misschien hebben ze elkaar wel helemaal lens geslagen. Uit elkaar gerukt daar. Ik doe niet. Ik ga niet met zo'n kop mee met 1B. Hier is dat gerecht. Na een grimmige nacht komen de 10 oudsten in het klooster samen voor de proef. Wie wint mag als eerste vertrekken. De anderen vertrekken in volgorde van hun aankomst bij het klooster met telkens een half uur vertraging. Het wordt een cruciale proef. Want er zijn maar weinig auto's die vanuit het afgelegen klooster naar de hoofdweg gaan. Welkom in de tempel van de 4 Dharma-koningen. Gisteren hebben jullie heel veel informatie gekregen over het Amarbhayaskalan-klooster. En zometeen ga ik testen hoeveel van die kennis is blijven hangen. Als jullie zometeen de blinddoeken afdoen, zien jullie elk een Dharma-koning voor jullie. Probeer zoveel mogelijk details van deze imposante beelden in je op te nemen, maar tegelijkertijd moeten jullie kennisvragen over het klooster beantwoorden. Duidelijk? Oké, mag jullie nu de blinddoek afdoen. Eerste vraag is voor Yuri. De geschiedenis van de tempel staat in 3 talen gegraveerd in een steen. Manchu, Mongools en Sanskriet. Ja of nee? Ja. Nee, het is Manchu, Mongools en Chinees. Renier, werd het klooster gebouwd in het jaar van het paard? Ja of nee? Ja. Dat is correct. Hans, kwamen er 2 paarden luisteren toen Boeddha voor het eerst les gaf? Ja of nee? Nee. Nee? Het was inderdaad niet 2 paarden, het waren 2 herten. Maar je hebt nee gezegd, dus dat klopt. Elias, werd het klooster verwoest door de communisten in 1939? Ja. Dat klopt ook. Yuri, tweede vraag. Het wiel van het leven wordt vastgehouden door een draak. Nee. Dat klopt, het was een schildpad. Renier, wonen er 46 monniken in de tempel? Dat is juist. Dat klopt ook. Hans, is de grootste troon in de hoofdtempel van de Dalai Lama? Ja. Dat klopt ook. Elias, is 21 jaar de maximum leeftijd om toe te treden tot het klooster? Nee. Dat klopt, het is 20 jaar. Yuri, laatste vraag van de eerste ronde. Een mandala is een gebed. Ja of nee? Ja. Nee, het is een offer aan Boeddha. Renier, op het schilderij van het Wiel van het Leven zien we een slang, een varken en een duif. Staat het varken voor hebzucht? Nee. Dat klopt, staat voor stompzinnigheid. Hans, is Tsongkhapa de belangrijkste leermeester van de roodkap Tibetaanse boeddhisten? Nee. Dat klopt, het is Seelkop. Elias, de stupa buiten de muur van de tempel staat symbool voor karma. Klopt dat? Nee, het gaat om het nirvana, het hinamas. Goed geantwoord. Jullie hebben allemaal 3 goed, behalve Yuri. Je hebt er 1 goed. Oké, dat was het einde van de eerste ronde. Jullie mogen nu kruislinks van positie wisselen. De kandidaten hebben tijdens de eerste vragen onder de Dharma-koning voor hen bestudeerd. Nu krijgen ze vragen over die koning zonder dat ze hem zien. Yuri, is de kleur van het lemet van het zwaard groen? Ja. Nee, het is blauw. Gaan we door. Renier, heeft het instrument van de koning 4 snaren? Dat is juist. Dat klopt. Elias, is de sjaal over de schouder van de koning blauw? Ja. Dat klopt ook. Hans, telt de kroon van de koning 4 gouden versierde punten? Nee. Ook juist, het zijn er 5. Yuri,
heeft de koning onder zijn linkervoet een figuur met een vogelkop. Dat is bijna onmogelijk te zien. ja. Goed gegokt. Renier, heeft de koning zwarte wenkbrauwen? Ja. Nee, het zijn blauwe. Elias, heeft de koning voor jou, had die oorbellen? Ja. Klopt ook. Het gaat dus tussen Hans en Elias. Jullie hebben alle vragen tot nu toe goed. Hans krijgt nog één vraag. Als je hem verkeerd hebt, wint Elias. Hier komt je vraag. Steekt de slang in de linkerhand van de koning haar tong uit? Ja. Dat klopt. Jullie hebben evenveel punten. We gaan naar een ex-equo-vraag. Het gaat tussen Elias en Hans. Oké, voor jou Elias. Heeft de koning 6 blauwe puntjes en een sik op zijn kin? Ja. Nee, hij heeft er 8 en een sik. Hans, dit is jouw kans om te winnen. Heeft de aap onder de voet van de koning een kroon op het hoofd? Nee. Dat is correct. Gefeliciteerd. Je mag meteen weg. Oké, thanks. Succes. Succes, jongens. Hans mag als eerste vertrekken vanuit het klooster. Hier. Terwijl de anderen in volgorde van aankomst zullen vertrekken. Hallo, chips. Schapenstront. Hans heeft meteen een lift met dezelfde vrachtwagen met schapen waarmee Elias gisteren aankwam. Hij wil zo snel mogelijk naar het rendezvouspunt waar Rani wacht. Ik kon echt niet wachten om Rani te zien. Ik trok het enorm in twijfel dat Rani echt mij zou gaan zwart maken met Jeske. Echt, dat kon ik en dat kan ik echt niet geloven. Ik vind het echt heel laag bij de grond dat Elias dat moet bovenhalen. En dat hij mij daar moet pakken. Elias vertrekt als tweede. Please, rupee, 500. I pay to go there. I don't have more money, please. That's my last money for food. Thank you. Hij is vooral blij dat hij opnieuw alleen is, zonder Hans in de buurt. Ik ben weg bij die man en ik voel me gelijk. Alles valt weer van me af. Elke keer roep ik mijn krachten maar weer aan. Want ik krijg echt moordneigingen, kijk. Yuri vertrekt als derde en beseft dat door de ruzie de race nog harder gespeeld zal worden. Die heeft me echt wel een klop gegeven. Ik had echt het gevoel van, dit is not fun anymore. Is there someone who can help me? I need to go to Congo. Yeah, on this road, here. Die blijven allemaal hier, goed doen, man. Een half uur later komt ook Reinier de parkeerplaats opgerend. Lekker. Ja? Goed. Ja? Hallo, Mongolian TV. You speak English? No? Reinier. I want to go with you. Ik ga hier. Ja. In zijn bekende stijl zet hij zich meteen in een auto. Zonder Yuri voorrang te geven, klampt hij vervolgens de vertrekkende bezoekers aan. Hallo! Please, direction. Oké, okay, direction gongen. Is dat oké? Oké. We zijn helemaal in dat busje. No problem. Hey, Renier, veel plezier, jongen. Houd het goed. Oké. Hè? Woe! Hans komt al zonder veel problemen als eerste toe in het tentenkamp. Van daaruit is het nog maar 180 kilometer naar de finish in Ulaanbaatar. Maar Hans moet anderhalf uur wachten voor hij met Rani verder kan, want zij was laatste bij het boogschieten. Toen de Hans afkwam, zag ik meteen dat er toch wel spanningen waren geweest. Hans vertelt meteen wat er allemaal gebeurd is.
Ik heb heel weinig geslapen. Hij heeft dat gemerkt dat ik heel weinig geslapen heb. Hij begon dan vanmorgen van ja, je hebt veel wakker liggen. Ik heb het al gehoord dat je hebt gaan slecht slapen, en vriend. Maar ik doe er genoeg minder van toe en zo. En jij bent te zenuwput en je kent jezelf niet. Nee, en je bent, ik zit dat vanmorgen. Ja, je bent niets waard. Je bent een hol vat of een leeg vat en al. En echt waar, ongelooflijk. Ik had zoiets van, hoe kan dat nu? Hoe kan zoiets nu gebeuren? Hoe kan Elias nu zo'n dingen gebruiken en zeggen? Terwijl ik Elias echt altijd een heel wijs iemand vond. Over u, ik vond het echt heel persoonlijk. Dat was van, ja, Rani zullen we daarna nog wel terugzien, maar Rani is heel even al apart. Ze heeft ook alles tegen Jeske verteld. En Rani is ook. En ik dacht echt zo van, wow, wat is dat hier? Het is gelijk dat dat verre complot tegen mij was. Ik schrok enorm van Elias. En het feit dat hij mij daarbij gebruikt heeft, terwijl ik daar helemaal niet aanwezig was, vond ik heel laf. Naar de toekomst toe, probeer zoveel mogelijk te zwijgen tegen die mensen. Die misbruiken elk woord. En laat Renier en Elias maar uitvechten onder elkaar. Niet veel later arriveert ook Elias bij het rendezvouspunt. Hij moet samen met Jeske een uur wachten voor ze verder mogen. Hoe is het uitgaan? Saai. Saai? Ja. Had je bij ons moeten komen zitten? Niet saai. Nee, het is echt gisteravond is de hel losgebarsten. Ah, echt? Ja. Echt. Ja, ik ben nu begonnen, Jesse. Ik krijg Hans in één keer over me heen, samen met Renier. Hans die heeft Renier dus verteld. Ja, heb ik gehoord van Clarinka. Ja, nou, Hans heb ik helemaal gehakt, heb ik hem gemaakt. Alleen, niet op, ja, achteraf gezien is het niet fair met de manier waarop, omdat hij... Ik heb hem dus helemaal met de grond gelijk gemaakt met de dingen die Rani in vertrouwen tegen ons verteld heeft. Oh. Dus ik heb hem in de pan gehakt. Ik kon op dat moment niet anders. Ik voel me er nu doodschuldig over, maar ik kon niet anders. Weet je wat het lulligste van het verhaal is? Dat wij met Renier klaar waren. Met die zoutmijn was het hartstikke leuk. Daarna is het allemaal door Hans weer opgerakeld. Ja. Hij gaat eraan. Ik ga van hem winnen. Ik wil in ieder geval van hem winnen. Ja. Elias wint zich weer helemaal op. Als ik jou schade berokkend heb in de periode hiervoor, dan bied ik jou mijn oprechte excuses aan. Maar hij hier heeft een vies spelletje gespeeld. Dat wij waren na de zoutmijn hadden, waren wij goed. Ja, je moet je oog uit je kop schamen. Ja. Waarom? Daarom. Kijk maar in de spiegel. Kijk in de spiegel elke ochtend. Je moet je oog uit je kop schamen. Ja. Ik ben klaar met jou. Je moet je dood gaan. Ik heb niet verkeerd gedaan. Ik wist gewoon niet dat Bart was. Hans, je bent een schande bij je. Ik vind wel. Als er iemand was die Renier wou hebben, is het Elias. Moet er nog een testen. Dat is waar. En zo waren er nog drie. Maar daar gaat het niet om. Zo wat? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik heb hem gewoon op de hoogte gebracht van het complot. Nou, wat had jij eraan dan? Wat had je eraan? Jij stond er niet met één been in, jij hoor, met je hypocriete gedoe. Ik ben het ook zat, we kappen daar gewoon mee. We doen het niet meer. Ik kan best begrijpen dat Rani niet tegen die kop van je aan kan kijken. Echt goed. Kom op dan. Wil je weten wat waar is? Ja, ik ze houd weer, joh. Ik ze houd weer. Ze wil je napeking expres niet meer zien, joh. Dat vind ik gewoon niet leuk, altijd. Je moet je oog uit je kop schamen, ja. Dat vind ik gewoon niet leuk. Je moet je oog uit de kop schamen. Ga jij mij stoken, dan ga ik jou stoken. Het is de waarheid! Ik denk dat de wind voor mij. Nee, dat mag Hans. Kom aan. Wij gaan geen ruzie maken, maar hij zei het juist te flikken. Hans, wij gaan geen ruzie maken, oké? Hans, please. Nee, natuurlijk niet, maar we gaan weer natuurlijk geen ruzie maken. Ik ben blij dat hij mij de waarheid verteld hebt, ook, dat er allemaal iets van aan is. Dat hij gaat wenen is bij Jesse. Jezus, kom hier. Jezus. Dat is gewoon triest. Hé, die gast, echt waar, sorry, ze makkelijk. Laat. Dat doe ik nu ook, maar hij moet wel weten dat we hem nu doorhebben. Als mij onrecht aangedaan wordt, en ik ben daarvan overtuigd, want het is niet dat ik elke keer als ik denk dat mij onrecht aangedaan wordt, dan gelijk zo ga lopen doen. Maar als ik ervan overtuigd ben dat iemand wat tegen mij zegt, wat helemaal niet klopt en wat dan totaal een onwaarheid is, dan komt ik noem het altijd de Dr. Jekyll en de Mr. Hyde. En die hebben we allemaal een beetje in ons. Hij heeft mij geprobeerd te tackelen. Ik tackle hem nu met zijn Rani-verhaal. Reinier is ondertussen nog altijd onderweg naar de rendezvousplek. Je gaat dat daar gaan? Nee, daar gaan. Misschien is de ruzie tussen Hans en Elias geen slechte zaak. Ik heb wel zo het idee dat nu op dit moment Elias en Hans zo ontzettend in de clinch liggen. Die zijn zo aan het rouwdouwen. Met schelpartijen en dergelijke. Ik hoop dat het toch escaleert. Laat hun maar ruzie maken. Ik vind dat allemaal prima. Ik hoop dat het tussen hun inderdaad op dit moment goed fout gaat. Hey. Hi, schat. Hi. We moeten nu zo snel mogelijk een lift pakken. Ja, nee, dan... ik moet een half uur wachten. Want ik heb mijn tweede geworden bij de proef. Dus een half uur. Oh, dat is lekker.
Hallo, andere mensen moesten anderhalf uur wachten. Wat ben jij vervelend. Jij bent derde geworden, ik tweede. Ja, dat is waar. Boogschieten hebben we gedaan. Alleen Wesley was beter, maar ja, die had meer kracht. Wesley wil graag weten hoe het met zijn tweelingsbroer gesteld is. En hoe ver is het van hier? 100, 200 kilometer? Het is gigantisch end. En ja, je moet gewoon geluk hebben dat je iemand die de monastery heeft bezoekt, dat je die uiteindelijk weer teruggaat, dat je daarmee mee mag rijden. Dus het is gewoon puur geluk. Juri staat nog steeds aan het klooster en de parking is leeg. Geen afgesneden meer. Ik had zo van, ja, wat moet ik nu doen? Begin ik te wandelen? Ik wist ook niet welke richting ik uit moest. Dat was een weg en daar was een weg en dat waren 10 wegen en die sluitsen elkaar. Dus ik wist ook niet van, ik kan hier te voet niet aan beginnen, want ik weet niet naar waar dat ik moet. Met het verstrijken van de tijd wordt hij moedelozer. Ik had ongelooflijk koud. Het was ongelooflijk hard aan het regenen. Kleren waren nat, alles was nat. En al die dingen samen, ja, daarvan krijg je wel een serieuze klop. Ja. Ik ga hier gewoon niet weg. Ik ga hier echt niet weg. Matje, Luc. Hey. Ik hoop dat je niet te lang hoeft te wachten op Juri. Nee. Komt wel in orde. En dan rijpt stilaan de moeilijke beslissing. Zal hij opgeven? Met een beste wil, ik heb het overal gaan vragen. En ik heb geen zin om daar in the middle of nowhere, daar in die bergen, te gaan zoeken naar een plaatsje voor te slapen. Want daar zijn al weinig plaatsen. En het is hier ongelooflijk koud s'nachts. En dan ga ik dood. En dan nog eens denkende van, mijn broer zit daar ook waarschijnlijk in the middle of nowhere te wachten op mij. Die heeft ook geen slaapplaats, die moet ook dan een slaapplaats gaan zoeken. Misschien ga ik mijn broer maar een keer gaan halen. En een vliegticket naar België nemen. En dan valt uiteindelijk de beslissing. There's no better place like home, I think. Juri stapt in de bezemwagen. Dat was de meest kut beslissing die ik ooit in mijn leven heb moeten nemen. Maar ik had ook wel het gevoel van, moest mijn broer hier staan, zou hij net hetzelfde doen als ik. En ik heb gewoon de knoop doorgehakt en ik heb gezegd van, laat ons gewoon stoppen. Ik had al het gevoel, persoonlijk, dat als mijn broer zou toekomen, dat het zover zou zijn. Ik wist dat er iets gebeurd was. Ik wist natuurlijk niet wat, maar ik voel dat meteen dat er iets zou geweest zijn. Ja, wat is dat hier? Goeie, kom maar. Goeie bal. Mijn broer heeft dan uiteindelijk de situatie uitgelegd en ja, eerlijk gezegd had ik dezelfde beslissing genomen in zijn geval. Ofwel kan ik mij nerveren en slechte slaapplaats hebben en weet ik veel allemaal. Ofwel gaan we nog een leuke avond hebben. En daar heb ik dan ook voor gekozen. Ik had het en ik heb er heel veel spijt van, maar het ging gewoon niet meer. Het was helemaal geen moment van opgeven, want dat zit helemaal niet in ons, opgeven. Mijn broer had gewoon geen keus meer. Hij geraakte anders niet tot bij mij. En mijn broer had gezegd van kijk, de momenten dat we nog kunnen beleven, zijn de momenten dat ik samen wil beleven met mijn broer. Ah, zalig. Dat is een doodlebed. Jij moet thuis slapen, hè? Ik moet nog iemand uitnodigen. Zometeen racen de duo's weer samen naar de finish in Ulaanbaatar. Juri en Wesley zijn na hun opgave rechtstreeks van het tentenkamp naar een hotel bij de finish in Ulaanbaatar gebracht. Wanneer de andere duo's moeten stoppen met liften, liggen ze ver uit elkaar. Allen langs de hoofdweg naar Ulaanbaatar. Met Hans en Rani op kop en Reinier en Klarinka aan de staart. Voor het eerst wordt er ook slaapplek gezocht bij de nomadenbevolking. Een beetje onwennig, baby. Nur is de naam, hè? Hè? Nur is volgens mij de naam. Nur Jeske, Nur Elias. Elias, we want to sleep. Can we go sleep with you? Gaat dat zo makkelijk? Okay. Oh, serieus? Mooi. Ja, we gingen aankloppen bij zo'n ger. Een beetje met het idee van, nou, als die niet lukt, dan proberen we de andere en de andere. We werden meteen binnengehaald en ik vond het een hele mooie vorm van leven. Komt het hele dorp kijken of slapen ze allemaal hier? Ik denk dat ze allemaal niet slapen, maar dan gaat toch op de grond? Ja, heerlijk. Best. Ik vond het waanzinnig, lieve mensen. Ik vond het heel leuk om te zien dat mannen en vrouwen met elkaar daar samenleven, dat kinderen daar binnenkomen. Een hele mooie vorm van en warm. Oh, een kleintje, wat leuk. Ook Hans en Rani vinden zeer snel slaapplaats in een Mongoolse ger. Ja, en slaapt die allemaal altijd in zijn bedje of zo? Ja, ik durf. Ja, op de grond.
De klus is erop geklaard. Goh, we hebben weer een populaire chance. De eerste keer dat we komen, wil ik pres. Ja. Hij is aan het leren lopen. Dat is de nieuwe mode. Het is een broekje. Oh! Je zegt al makkelijk, in plaats van een pamperke, gewoon een gat in je broek snijden. Dat die benieuwde broeken doen. Reinier en Clarinka zijn de enigen die een slaapplaats vinden in hun huis. Hier. Oké. Het vindt goed. Zo, lekker bedje. Hè? Mag ik? Dit is schaap, hè? Een sperrip van een schaap. Ik heb van hem een woordje op te zeggen. De laatste informatie over het conflict wordt uitgewisseld. Bart is dus begonnen waarschijnlijk. Nee, Bart is begonnen. Daarna. Tenminste, die heeft dat van die mix-up. Dat is als ze mij extra lastig zouden maken. Dat heeft Bart voor de bedacht. Maar daar is iedereen die meegaat. Ook Hans schijnt het. Ja, dat klopt. Maar hij zou wel het minst had hij daar zin in. Ja. Zeg dan gewoon, doe er niet aan mee. Nou, dat zei Elias gisteravond ook. Ja, het ligt allemaal wat gevoeliger, merk ik. Dus het zal steeds meer individueel per duo worden. En dat is onze instelling vanaf het begin eigenlijk geweest. Dus wij voelen ons daar alleen maar prettig bij om het gewoon op onze eigen manier het spel te spelen. Ik wil er absoluut nu buiten blijven. Ja, zo'n zielig verhaal vind ik het allemaal. Jeske en Elias genieten er ten volle van dat ze weer samen zijn. Als hij in het nauw gedreven wordt, en dat was echt het geval in het klooster, dan reageert hij. Dan is het heel moeilijk om voor hem om te zeggen, ik laat mij niet verleiden tot even lekker vet hakken. Elias is opnieuw helemaal ontspannen. Ik ben een heel positief mens. Daarom kan ik ook heel goed met Elias leven. Ik heb vrij weinig last van de dalen. En ik geniet intens van de pieken. Dus het ligt achter me. Het ligt achter mij en Elias. We hoeven niets met Hans. We zien wel hoe dat verder gaat lopen. Maar het is toch, de omstandigheden zijn zo dat we samen op reis zijn. En het blijkt ook, als team gaan wij heel lekker. Als we samen zijn, voelen we ons goed en gaat het ook goed. Hij wil er ook in. Het verhaal over Elias, daar heb ik zelf nu nog een beetje moeite mee om dat even door te slikken. En ik ben daar nu ook nog een beetje mee bezig, maar ik probeer dat ook niet te veel aan Hans te tonen. Want ik probeer hem te zeggen van kijk, trek het u niet aan. Volgende keer als je hem ziet, negeer hem gewoon. Want nu is Elias mentaal een blok aan Hans zijn benen en dat wil ik niet. Hans heeft zijn energie nodig voor andere dingen, want ik denk dat het nu een stuk lastiger zal worden hier in Mongolië. De eindsprint van de etappe is vooral belangrijk voor de punten. Jeske en Elias staan op kop, maar er is weinig verschil met de achtervolgers. En er zijn aan de finish in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar 8, 6 en 4 punten te winnen. Merla, bye-bye. Maar de duo's beseffen dat het moeilijk wordt om elkaar nog in te halen op de rechte lijn naar de finish in Ulaanbaatar. Hans, Rani, hier. Nummer 1. Nummer 2, nummer 3, nummer 4. Championship, race. Ook Reinier en Clarinka en Jeske en Elias krijgen vlug een lift naar het einddoel. We gaan naar Ulaanbaatar. Nu kunnen ze alleen maar afwachten en hopen dat de anderen niet voorbij komen in een snellere wagen. Ah, hij rijdt lekker door, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet niet hoe hard ze hier normaal rijden, maar dit is mijn eerste lift in Mongolië. Wel weer leuk. Even liften. Ik zal eens even kijken hoe hard hij rijdt. Ah, hij rijdt op precies zijn 0. Als ze als eerste zijn, zo'n gevoel heb ik nu toch, dan is het toch vervelend. Dan denk ik constant dat iedereen in je gat zit. Ja. Terwijl de twee andere duo's de stadsrand van Ulaanbaatar bereiken, zitten Reinier en Clarinka ver achter en protesteren zelfs niet als de chauffeur wil eten. 20 minuten, dat maakt er voor mij niet uit. Dat ziet er best lekker uit, dat die rijst. Die rijst. Zullen wij dat niet nemen? Schat, we hebben geen geld. Hou eens op. Hou nog. Oké. Na alle emoties van de voorbije etappe lijken de teams genoegen te nemen met de situatie. Met de opgave van Yuri en Wesley komt de finale plaats in Peking heel dichtbij. Ik
Peking Express heeft de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar bereikt. De race volgt nu het vroegere traject van de theekaravaans tussen Peking en Moskou. En we zijn nog maar zo'n 1500 kilometer verwijderd van Peking. We zijn nu aan het wachten op de drie overige duo's, Yuri en Wesley. Die hebben opgegeven. En dat wachten, dat doen we bij het hoogste gebouw in deze stad. En dat is het Genghis Khan Hotel. Genghis Khan Hotel? Ja? Ja. Ah, verla. Genghis Khan Hotel. You know that? 14 regen. Hebben ze de stad binnenrijden? Niet slecht vertuurd. Hans en Rani komen zoals verwacht als eerste aan. Hey. Wat denken jullie? We dachten, we gaan met een vrouw meer rijden, omdat ja, dat die wel vaak een keer een zware voet hebben. Het is nog tamelijk vroeg, hè? Het is nog tamelijk vroeg. Ja? Jullie zijn eerst. Yes! Oké. Wanneer de duo's binnen zijn, wordt er een stand van zaken opgemaakt. Nog twee etappes te gaan voor de finale in Peking. En de drie duo's die de laatste hindernis zullen nemen, zijn bekend. Iedereen welkom. Ja, de achtste etappe zit er ook alweer op. En Yuri, jij hebt gisteren besloten bij het klooster om de race te verlaten. Oh, ik heb het echt nog moeilijk zijn. Shit, jong. Maar Wesley, het kwam niet als een verrassing, hè? Het stoppen. Jij wist ervan? Nee, ik zeg het, wij zijn tweelingen. Ik had natuurlijk een beetje het gevoel van, kijk, er is iets verkeerd gelopen. Dit is echt het einde van het spel. Nou, dit is het einde. Ja. Ik wil graag de amulet. Als jullie die aan Roos willen geven. En dan kunnen jullie afscheid nemen. Dank je wel. Oké, dan gaan we eens kijken wie van deze drie duo's kan uitkijken zonder zorgen naar de volgende amulet-etappe. Hans en Rani zijn als eerste aangekomen, gevolgd door Jeske en Elias. En op dat moment waren Reinier en Klarinka 75 kilometer van de finish verwijderd. Het houdt het volgende in voor de eindstand. Rani en Hans, Jeske en Elias, jullie delen nu de eerste plek. En voor Klarinka en Reinier wordt het nu een beetje penibel. Want als jullie de volgende etappe laatste eindigen, houdt dat in dat jullie Peking niet zullen zien. Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben. Humo! Volgende week trekt de Peking Express door de Mongoolse steppen. Welkom to Mongolia! Met veel misverstanden tot gevolg. Was het nou dollar, man? Hoe kan dat nou? Dat kan haast niet. En Reinier en Klarinka strijden om in de running te blijven voor een finale plaats in Peking. Ja. Oké, uitklappen. Gigantisch spannend. Pas op. Stop.